Een hele goede middag. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. We zijn vannacht rond een uur of drie zijn we begonnen met Sam. En die ligt nu te slapen. Ik ben ermee naar de huisarts geweest. Ik heb de kinderen vanochtend allemaal gedaan. Niels is gaan werken. Niels is nu thuis. Want hij moet naar cursus toe. Maar hij voelde zijn eigen niet helemaal lekker. Dus hij is eventjes gaan liggen. Dus ik moet hem daar even wakker maken. Ja, ik heb eigenlijk van alles gedaan vanochtend en ik had gewoon geen behoefte om te filmen. Dus dat. Ik ga eventjes eten, dan ga ik even uploaden. En dan is het weer tijd om Jordi te halen en Niels uit bed te halen. Ik heb vandaag echt niet veel gefilmd, maar dat komt echt omdat ik continu met de kinderen bezig ben. En ja, Niels is dus op cursus en ik zei tegen Niels, weet de frietjes vandaag? La! Dus ik ben Jordi, Liam en Sam frietjes aan het geven. Liam zit aan tafel, daar wou hij heel graag zitten met zijn tabletje. Sam die zit hier op de bank en Jordi zit hier voor me. Ik zal het even laten zien. Let niet op de rommel, want de kinderen hebben echt flink gespeeld hier. Jordi zit hier met zijn tablet. En elke keer als Jordi zijn mond leeg heeft, dan denkt hij, oh ja, ik moest nog even iets. Alsjeblieft. Nou, dan gaat hij lekker eten. Sammy zit daar, lekker te happen. En Liam is daar. En ja, ze hebben echt goed huis gehouden. Het hele keukentje is leeggehaald. Hier hebben ze van alles gedaan. Daar, zeg maar, achter de bank hebben ze van alles gedaan. Dus ja. Ja joh, als we straks naar bed gaan, ruim ik het wel weer op. Het is niet zo heel lastig. Dus ja. Dat, ja, ik ben gewoon heel veel bezig met de kinderen. Jordi iedere keer de schone luier, want hij heeft echt al een paar keer goed gepoept. Dus, ja. Dat. Lekker bij mama liggen, hè. Ja, lekker pyjamaatje al aan. Iedereen heeft zijn pyjama al aan. Gezicht schoongemaakt. Jij ook? Heb je ook pyjama aan? Hé? Hey? Dadelijk eventjes iedereen hun smoelenbakjes nog even schrobben. En schone pampams aan, flesjes erin. En ga met die banaan lekker naar hun nest. Ben doen. Zeg maar mama. Zakt je broek nou nog steeds af? Maar dat komt omdat jij hem gewoon elk... Ja, laat maar. Zijn broek zakt af. Kom hier. Mama helpen. En dan is het nu tijd voor flesjes. Liam. Lily. Niet slim dit, hè? Alsjeblieft. Sam, kom flesje drinken. Flesje drinken. Sam, kom flesje. Jordi zit tafelstop, die krijgt ook zo. Maar ik wacht eerst even op Dikkie Dik. Sam, hallo. Ik moest Sam even halen. Oké. Zo, flesje. Nee, goed doen. Goed zo. Daar ligt hij ondertussen. En Jordi ook. Tadaa, daar liggen ze. En ondertussen dat ze dat aan doen zijn, ga ik luiers verschonen en even Luus smeren. En nou, dat allemaal. Alles heb ik op bed liggen. Ik heb even eten voor mezelf aangezet, ook frietjes. En ik heb... twee kroketjes erbij, een paar frietjes heb ik, twee kroketjes. Dan kan ik net op. Dat is wat ik ga eten. En dan ga ik je opruimen. Hey, goedemorgen! Ik heb vannacht goed geslapen. Toppie. Jordi is wel even wakker geweest, maar dat heeft Niels opgelost. Niels voelde zich eigenlijk niet lekker, maar het gaat iets beter, zei hij.
Sammy. Oh, wow, wow, jullie vielen. Sammy is lekker fruit aan het eten. Jordi is op dinsdag ook thuis. Die heeft vanochtend ook al fysio gehad. En we zijn fruit aan het eten. Jordi kreeg mango en aardbeidjes. En dat vindt hij lekker. Ja. En Sam die heeft druiven, mango en aardbeidjes. Hij weet niet wat hij van de mango moet vinden, maar hij kijkt maar. Er is genoeg. Dat. Sam. Liam is op schooltje. En ik had vanochtend toen ik ze naar school moest gaan brengen. Ik was allemaal net aan. Maar het is allemaal goed gekomen. Want deze grote vent kreeg nog even een buikpijnaanval. Dus die heb ik nog even moeten helpen. Of ja, helpen in de zin van buikmassage. En zorgen dat hij het kwijtraakt. Dus dat heb ik gedaan. Hij heeft goed geoefend. Op fysio heeft hij iets nieuws gedaan. Dus dat is goed. Hij heeft op een balancebord gestaan. En ja, in ieder geval hè, dat. De dag van vandaag, hoe dat hij eruit gaat zien. Ja, dat weet ik nog niet. Waarom gooi je het nou daar neer? Goed zo. Doe maar een bakje terug. Goed zo. Dus ja, na het fruitje krijgt hij drinken. En dan ga ik iedereen een luier even doen. Moet je nog happen? Oké. Okay. Dus ja, dat. Het is een georganiseerde... Nou, dat is het ook weer niet. Het is een niet georganiseerde, beetje chaos, beetje georganiseerd. Denk ik. En wat eten we trouwens vandaag? We eten boerenkoolstampot. Dat is wat we eten. Je moet wel de juiste aanzetten, jongen. Dus dat is wat we eten. Oei! Goed zo! Tata! Ja! Doe je klappen? Voor wie doe je klappen? Doe je voor jezelf klappen? Doe je voor jezelf klappen? Oké. Ja. Inmiddels hebben we deze grote vent opgehaald. Die ligt lekker even op de bank. Sam ligt al in bed. En Jordi is in zijn eigen wereldje aan het spelen. We gaan zien hoe het allemaal loopt. Dus. Da, 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 da. Ja. Je wilde heel graag bij mama liggen. Daar. Kun jij mama? Oei. Kun jij mama? Mama. Papa? Papa. Papa. Goed zo. Oma. Papa. Ja, oma. Opa. Opa. Goed zo. Zeg, drinken. Drinken. Goed zo. Eten. Eten. Dank. Dank, goed zo. En mwa. Da. Goed zo. En kus. Kus. Nu op de zijkant, hè. Nu zo. Nu zo. Goed zo. Kus. Dat zijn alle woordjes die we al hebben geleerd, hè. En daag. Daag. Doe je niet daag zeggen. Zeg je daag. Hé, hey, Etter. Zeg je daag. Ja, wil daag. Ja, daag. Nee. Dus wij zijn... Ja. Ja. Nou, wat hij zegt. We zijn allemaal Nederlands met gebarentaal dingetjes aan het leren. Ik ken er al een hele hoop. In verband met Jordi doe ik dat heel vaak. Maar omdat hij dus nog niet praat
En we erachter zijn gekomen dat hij dit dus oppikt. Is het al wel een hele goede stimulans voor hem om het te gaan leren. Want stel dat hij dadelijk op een ander schooltje terechtkomt. In verband met onderzoeken, et cetera, van wat wij denken dat hij heeft. ja. Dan is het belangrijk. Dus kus, hè. Kus. Mwah. Kus. Mwah. Mwah. Niet velletjes pakken. Niet velletjes pakken. Mwah. Dus, ja. En ik kan nu wel gaan zeggen van, we denken dat hij dit heeft, maar we willen dat toch eerst de onderzoeken laten uitwijzen. Wat wel zo is, is morgen hebben we een afspraak bij het consultatiebureau. Of tenminste, ik ga met Liam daarheen. Als het goed is, zijn Sam en Jordi gewoon naar school. En dan gaan we eens even babbelen over welke verwijzingen er nodig zijn. Ik heb in ieder geval al het idee welke verwijzing er nodig is. En volgens mij staat zijn school er wel achter. Dus ja, hij drukte op stop. Dus ja, dat is wat we met deze zijn. Huh? En van een beetje oefenen. Naar slaapje doen. Jordi is lekker Tabby nou inmiddels aan het kijken. Toen was klaar met spelen. Nou, prima. Hij is ondertussen wel aan het spelen hoor, maar... Hij is juf Roos en Sinterklaas aan dingetjes aan het kijken. En hij is blij. En ja, hij wou geen onderbroek aan, hij wou geen broek aan, hij wou helemaal niks. Dus hij zit alleen in zijn luier. Hij is helemaal blij. Als Jordi blij is, gaat hij zulke dingen doen. Ja, blij kind, blij mama. Er is iemand ontwaakt, toch? Heb je lekker geslapen, jongen, hè? En ook hij heeft prutogen. Niet gek met zulke snotneuzen hier. Hier ligt er eentje die gekotst heeft. En wel twee keer. Ik heb zijn bed en alles verschoond. De was zit in de wasmachine. Die moet ik dadelijk in de droger doen. Want hij heeft nog maar één Boomba. Verdorie. Nou, het is niet anders. Dus hij ligt lekker hier. Dadelijk doen we zijn pyjamaatje weer aan. Maar hij had warm, koud, warm, koud. Dus ja. Hij krijgt nu wel iets meer praatjes. Want het begint te werken. Het is zoals het is. Een hele goede morgen. Gisteravond heeft meneertje dus alles bij elkaar gekitst. Sowieso was hij vandaag thuis. Dus of hij nou ziek was of niet, dat had niet uitgemaakt. Maar tot nu toe is alles er nog ingebleven. Dus ik heb een kassantje op en ja, van alles. Vanochtend wou Jordi niet wakker worden, want hij was vannacht weer wakker geweest. Yay! Oh ja! Het is een feest, want Jordi is wakker geweest. Dus het was inderdaad feest, want hij wou dus niet opstaan. Dus dat was drama. En mama houdt niet van drama op de vroege morgen. Dus ik heb mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat hij wakker werd. Nou, daardoor kwam hij iets te laat op school, want hij had vannacht buikpijn. Hij had echt veel buikpijn vannacht. Dus ja, nou prima. Hier heb je tablet. Ja, jij bent ook nog steeds moe, hè? Vind ik niet gek, hè, vriend? Daardoor kwam Sam ook een paar minuten te laat. Het is een warboel, mijn verhaal. Maar als je het kan begrijpen... Yay, goed gedaan. Maar ja, dat. Toen ben ik net... Toen ik Sam heb afgegooid met Liam samen, ben ik gewoon naar de winkel gegaan. Heeft hij zelf door de winkel heen mogen karren. En mogen we rondkijken en doen. En mama geholpen. Dus super. Heeft super gedaan. Ik heb daar geen klagen over. Dus dat. Nou. Ik moest vanochtend naar het consultatiebureau. Met Liam. Sam ligt al op bed trouwens. Ik heb ook een afgekloven
kaasbroodje van Liam, die niet meer wou. Prima. We hebben een verwijzing voor Kentalis. Dus vanuit daar gaan we verder kijken. De reden dat wij naar Kentalis gaan is omdat Liam nog niet praat. Gebaren kan hij wel. Dus wij denken dat hij een taalontwikkelingsstoornis heeft. Genaamd TOS. Mocht je niet weten wat het is, zoek even op internet TOS, TOS. En daar gaan we hem op laten testen. Dus dat. Verder is er met een manneke helemaal niks aan de hand, afgezien van de frustratie, et cetera. En de kinderarts van het consultatiebureau vond het een hele goede reden om hem door te sturen. Dus dat. We zijn op Jordi's school aangekomen. Liam is in slaap gevallen en zijn we pakken moeten maken. Tada! Zeg je dag! En we gaan Jordi ophalen. En toen was het alweer tijd om te eten. En ja, ik heb lekker een hele plak kaas erop. La 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 la. Lekker. Dus ja, we zijn thuis gekomen. Liam is verder gaan slapen. Ik ben met eten begonnen. Ik heb met Sam geknuffeld. Ik heb een hele tijd nog met Jordi zitten knuffelen. Daar was mijn tijd eigenlijk allemaal wel naartoe gegaan. Dus ja. We gaan lekker eten. Goedemorgen. Het was vannacht vroeg, laat, hoe je het ook kon noemen. Jordi, haal je vinger uit de luier. Het is net El Bundy, maar dan via zijn benen. Doe dat maar even niet, jongen. Jordi heeft denk ik net 4 uurtjes geslapen. Hij had buikpijn, we hebben hem geholpen en alles erop en eraan. Liam is wakker geworden met last, een soort van verhoging. Het zit net aan verhoging, zeg maar. Het is net geen koorts, het is net geen verhoging. Het is... En hier heb ik ook een zeikert. Die hoe je ook went of keert altijd lacht. Of dat hij nou ziek is of niet. Maar Jordi is niet lekker. Dat zie je wel. Hey, jongen. Maar je buik is wel een stuk soepeler. Vannacht hebben we hem nog geholpen. Er kwam veel uit. Dus dat doen we goed. Hé, jongen. Dus we zijn vandaag thuis. Ik heb ook al boodschap gedaan voordat Niels ging werken. Zodat ik niet meer weg hoef. Dus heb ik het ook geregeld. Sam mag wel bij Jordi gaan staan. Liam mag het niet. Typisch. Sam ligt te slapen. Ik heb de hele tijd gekroeld met Jordi. Die ligt nu ook te slapen. En ja, hij wou geen broek, niks aan. Hij heeft buikpijn. Liam ligt ook lekker te slapen. En ik ben ondertussen bezig met het eten voor straks. We eten ragout. Ik heb nog met de kindjes gedoucht. Daarna weer opgeruimd. Daar ligt iemand te slapen. En ik heb even mijn nagels gedaan. Nu is het tijd om de vlog af te sluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.